de deurbel gaat, want het programma Kunst en Krakers staat voor de deur. Dit kunstwerkje heeft een waarde van 20.000 euro. Hij is voor meneer de Boer. Maar woont hij hier wel? Hey, hallo. Goedemiddag, SBS 6. Ja. Daar is hij weer. Wat is het? Dit is de kelk die u ons heeft gegeven 2 weken geleden. Hij is getaxeerd inmiddels, 20.000 euro. Ik weet niet van wie die is hoor, maar die is niet van mij. Het is programma Kunst en Krakers. Wij halen mensen de spullen op en dan laten we taxeren, dan brengen ze weer terug en laten we weten wat het waard is. Maar deze is niet van mij. Dat meent u niet? Ja, dat meen ik wel. Dit ben mevrouw de Boer, toch? Nee. Dit is toch een tonenstaat? Ja. Maar dat is wel kut, want dat redden we natuurlijk vanmiddag helemaal niet meer. Ik wil gerust hebben voor die 20.000 euro. Nou, wat het is, we hebben geen tijd meer om echt die mevrouw de Boer te gaan zoeken. Kunt u dan misschien voor mij doen alsof u dan toch mevrouw de Boer bent? Jezus, dat meen je niet. Dat ik hem nu nog een keer geef, dan zegt u, oh leuk. Oké. Okay. Nou, ja, vindt u het goed? Dan bel ik nog een keer aan. Nou, dat is goed. Ja. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. SBS 6. Ja, ik zie het. Daar is hij weer. Nou, helemaal leuk. Herkent u hem nog? Wel, ja, ik herken hem wel. Want hoe komt het er ook alweer aan? Van oma. Oh, dan moeten we eigenlijk niet lachen, want dan zien mensen dat. Dan doen we dat nog een keer, ja? En hoe komt het er ook alweer aan? Die heb gewoon hier op zolder gestaan in de dozen van spullen. Ik vond het ook zonde om weg te gooien. Ik denk, nou ja, we waren, je weet het nooit. Veel geluk ermee. Nou, hartstikke goed. Bedankt. Dankjewel. Tot ziens. Doei. Dag. Nou, dan wil je weer terug. Oh ja, ik was even bang dat u... Ja, nee, want hij is natuurlijk wel oprecht heel kostbaar, natuurlijk. Ja. Daar is hij weer. Dat is niet van mij dit, hoor. Ik ben niet meneer de Boer. Meneer de Boer woont hier niet. 1 seconde. Wat is er dan? Maar wat is er wel misgegaan? Ik wil wel weten wat die waard is. Ja, dat snap ik. Zou het dan zo kunnen doen dat u dat doet alsof u toch even meneer de Boer bent? Ja joh, dat is allemaal geen probleem. Ja, dan bel ik nog even aan. Goedemiddag. Herkent u hem nog? Jazeker. Daar is hij weer. Ja. Mevrouw is er ook, zie ik. Ja. Goedemiddag. Ik ben ook aanwezig. Ja. Ja, daar is hij weer. Hallo. De taxateur heeft ons verteld dat het een Pruisische geboortekelk is uit 1800. En de waarde is 20.000 euro. Kijk, dat is toch nog wel leuk. Krijg mijn dag nog te klappen. Veel plezier ermee. Oké. Okay. Tot ziens. Oké, okay. Jullie ook. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Wat? Kunst en Krakers. Kunst en Krakers. Oh, leuk. Meneer de Boer, hij komt uit op 20.000 euro. 20.000 euro. Dat is mooi. Ja, wat gaat u? Want u heeft hem van uw tante gekregen, vertelde u mij. Nee, niet van mijn tante. Van wie dan? U bent meneer de Boer, toch? Nee, ik ben niet meneer de Boer. Oh. Oh, stop even, jongens. Wat, dit is toch het goede adres, of niet? 47. Ja, we moeten het wel nu echt hebben. Ja, ik snap het. Ik vroeg me af of u het toch even kan doen alsof u meneer de Boer bent. Dat u zegt, oh, wat leuk, en is het afgerond. Nee, dat moet je niet. Nee, doet u dat niet? Dan zeg ik, okay, geef ik u nog een keer de vaas. Zegt u, het is zoveel waard. Zegt, nou, bedankt. Dan is het afgerond. Ja, dat is goed. Kan dat wel? Ja, doen. Oké. Okay. Goedemiddag. Goedemiddag. Herkent u hem nog? Ja, ik ken hem zeker, ja. De waarde komt uit op 20.000 euro. Zo! Gaat u nu nog een bijzonder plekje geven? Ja, nee, ik ga nog zeker weer een mooi plekje krijgen. Ja, ja, wees er zuinig op, want het... Kunt er een goede nieuwe auto verkopen? Ja, zeker weten. Fantastisch, nou, dank u wel. Nee. En een hele fijne dag. Hey, bedankt. Tot ziens. Jo. Hebben we het, jongens? Ja, dank u wel, het staat erop. Fantastisch. Het is wel een hele mooie. Het is een hele mooie. En een hele goede middag. Zo. Weet u nog? Daar zijn we weer. Inmiddels de taxateur zijn werk gedaan. En waar u vorige week dacht dat het 32 euro waard was, is het dus 20.000 euro waard. Oké. Okay. Ik moet eerlijk zeggen dat hij niet van mij is. Ik weet niet. U bent meneer de Boer, toch? Nee, meneer Schumacher. Dat meent u niet. Dat meen ik. Dat meen ik oprecht. Stop even op draai, jongens. Meneer de Boer zegt me ook helemaal niks, eerlijk gezegd. Ja, nee, sorry, dat is onze vraag. Nee, neem me vooral terug voordat ik hem aanvallen. Ja, snap ik ook. Dat je hem geweten hebben. Zou je misschien kunnen doen alsof je dan toch meneer de Boer bent? Dat je dan even de ding aanpakt en zegt, nou, bedankt. En oh, wat verrassing. Ja, ja, tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Een hele goede middag. Goedemiddag. Wat leuk om jullie terug te zien. Ik ben benieuwd. Waar is die weer? Voor de mensen die net inschakelen, hoe kom je eraan? Nee, dit ligt al een tijd op zolder. En volgens mij is dit van mijn
grootouders geweest. Hij is mooi van lelijkheid, zal ik maar zeggen. Dus, ja. Maar we gingen uit van een paar tientjes. Dus ja. Ik ben wel erg benieuwd wat de uitkomst is. Nou, onze taxateur is bezig geweest. En ik kan je nu vertellen dat het dus niet 30 euro waard is, maar 20.000 euro. 20.000 euro? En het is... Zo, dat is wel extreem veel geld, zeg. 20.000 euro. Je doet je ook echt wat, zie ik. Ja, natuurlijk doet me dat wat. Dat hebben wij al, weet ik voor hoe lang, op zolder liggen. En u vertelde vorige week, die tante Ria, u had heel even nog mot. Ja. Over het exemplaar. Want het was bijna naar haar gegaan in de erfenis. Want dat was een heel gedoe. Ja, dat was wel even een strijd met tante Ria. Want die had dezelfde idee erbij en die had hem ook graag gehad. Ja. Zou je nog iets willen zeggen tegen Ria, als ze kijkt? Nou ja, Ria, we gaan hier eens even een lekker stukje taart op eten. En ik zou je aanraden om ook eens even met de snuisterijen langs te gaan bij SBS6. Want wie weet. Nou, een fijne dag nog en geniet ervan. Ja, dank jullie wel. Oké, tot ziens. Dag. Hoi, hoi. Top, super bedankt. Ja, echt waar. Ja, want dan kunnen wij weer door naar Rotterdam. Dan is dit maar afgerond. Maar ja, graag gedaan. Als ik jullie dan met de brand kan helpen, dan ik hoop dat het een beetje gelukt is. En, klopt je mensenkennis een beetje bij deze video? Klik dan duim omhoog. Wil je meer video's zien? Klik dan hier. En vergeet je hieronder niet te abonneren op ons kanaal.